Mijn vrouw heeft een mond vol, dus ik kun je niet opnemen, jongen. Ik heb het niet getrokken. Uw zoon heeft goud gewonnen op de Olympische Spelen en u maakt zich druk over het koekjes eten van uw vrouw. Dat ze misschien met een beetje halfvolle mond voor de camera komt. Ja, dat geeft geen paas of wel dan. Dat is ook triple Stefan. Wat moeten de mensen in Gelderland wel niet denken? Wat geweldig dat Stefan dit na al die jaren, hij heeft natuurlijk wel wat prijzen gewonnen, maar hoeveel pech heb je ook niet gehad, en ook 2 dagen geleden. Het leven is ups en downs, hè? Ja, nou, dit was weer een upper. Ja, hoe waren de laatste ritten? Want hij moest afwachten. Ik zag hem zelf heel zenuwachtig op de baan staan. Zijn coach wilde die niet in de buurt hebben. Jack Ory, die moest 10 meter verderop staan. Maar ik dacht, hoe is het met de ouders? Nou, we hebben het ook wel eens meegemaakt dat het op de laatste rit aankwam. Maar nu kwam Danny Morrison heel dichtbij en dan denk je dat Shani Davis er nog onderdoor gaat. Maar daarna krijg je toch wel een beetje hoop van yes. Bent u uitgegeten, mevrouw Groothuis? Uitgegeten. Ja, even goed kijken. Jij bent de vriendin van vrouw inmiddels. Vrouw zelf. Heb je nog even wat lipstick opgedaan bij je schoonmoeder? Nee, heb ik niet bij me. Was niet nodig. Lipstick? Ja. Was niet nodig. Ja. Hoe heeft u het beleefd, mevrouw Groothuis? Nou, ontzettend spannend. Ja. Ja. Ik kan me herinneren, wij stonden in het Heinekenhuis 4 jaar geleden toen hij 4e was geworden. Ja, was en ik vond het, u was verdrietig, maar vond, vooral verdrietig was hij voor hem. Ja, en ik ben nu vooral ook blij voor hem. En, en voor zijn vrouw, ja. En voor zijn vrouw? Ja. Maar ook voor de ouders. De ouders mogen toch wel trots zijn? Ja, zeker. Nou, dat zijn we ook, ja. Ja. Maar hij heeft het zelf gedaan, hoor. Ja. Wij zijn geen ouders die altijd gestimuleerd hebben of zo. Hij heeft het zelf gedaan. Als ik even naar de moeder van de kinderen van Stefan, de vrouw van Stefan. Jij hebt het zwaar gehad 2 jaar geleden toen hij een depressie had. Ja, je hebt hem op de been gehouden. Ja. Andersom geeft hij jou natuurlijk ook van alles. Ja, tuurlijk. Maar hij heeft mezelf verteld dat zijn techniekproblemen, hij heeft er een jaar mee aangemodderd, dat hij dat heel anders heeft opgelost. Dat hij daar anders mee om is gegaan. Nee, dat klopt. Ik bedoel, er is natuurlijk een heleboel gebeurd. En dan kan je makkelijker relativeren van wat belangrijk is in het leven. En juist daarom heeft hij het juist weer het schaatsen goed op kunnen pakken. Jij weet als geen ander hoe graag hij die gouden medaille wilde, hè? Ja, absoluut. Ja, dit stond natuurlijk bovenaan zijn wensenlijstje. Dat was alles wat hij nog wilde. Hij is natuurlijk al 2 keer wereldkampioen. En dit ontbrak nog. En nu is hij binnen. Ja, toen het dan even misging met die val op de 500 meter, denk je dan, daar zet hij zich makkelijk overheen, dat inspireert hem ergens? Dat is natuurlijk door verschillende personen natuurlijk al wel bewezen, die op de 500 meter dan slecht presteerden en vervolgens een medaille halen op de 1000 meter. Dus het is toch een soort van revanche, denk ik. Dan Jensen, hè, bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld Marianne Timmer werd uitgeschoten op de 500 meter, won goud. Er zijn er wel meer voorbeelden. Annette Gerritsen 4 jaar geleden. Hoe zou je hem omschrijven? Want dat is nog even leuk om van je te horen. Wat voor soort jongen is het? Nou, ik denk dat je het net al heel goed omschreven hebt. Gewoon, blijft gewoon heel sociaal en heeft oog voor andere mensen. En verder heel erg bezig met waar hij naartoe wil. En in dit geval in zijn sport. Ja, en straks weer terug naar huis met de kleintjes, hè? Ja, absoluut. Die zijn nu thuis bij mijn moeder. En zondag gaan we weer terug. Dan, En dan zien we binnenkort Stefan weer met 2 kleintjes. Eentje voor, eentje achter, op de fiets, door het grasland, door de omgeving van Forst en Empen. Ja, dan kom jij weer filmen. Hey, geniet van deze geweldige sportman en persoon. Dankjewel.